Een half jaar geleden tekende Arne Slot als hoofdtrainer van Feyenoord en vandaag stond hij voor het eerst op het trainingsveld. Steven Berghuis, Urkun Kukçu en Robert Bozenik waren er natuurlijk niet bij. Zij zijn actief op het EK. En ook de geblesseerde Lutscherel Geertruida en Nicola Jurgensen ontbraken vandaag. In een nieuw trainingsoutfit, waarover best veel te doen is, want het rood-witte logo is vervangen door een zwart-wit logo, werd er veel gelachen vandaag op die eerste training. Wouter Burger dolt met Leroy Fer. Burger natuurlijk het afgelopen jaar verhuurd aan Sparta. Deze Nao Valbanis wordt aangeduwd door Senesi. Die speelde bij FC Dordrecht. En ook al die andere huurlingen sloten dus weer aan bij de groep van Arne Slot. En dit is een nieuw gezicht. Hij moet een van de leiders worden van het nieuwe Feyenoord. Guus Steeuw, aangeduwd door Jens Toornstra. En dan ineens komen daar de keepers het veld op. Bijlo voorop. En dan zien we toch Nick Marsman. De keeper die eerder heeft getekend bij Miami in Amerika. Ook hij dus nog op het trainingsveld van Feyenoord. Op 5 juli gaan de Rotterdammers op trainingskamp naar Oostenrijk. En over een maand en 2 dagen wacht dan de eerste echt belangrijke wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. En misschien wel met deze Francesco Antonucci op het middenveld. Hij is overgekomen van FC Volendam. Goed, Arne Slot is begonnen als hoofdtrainer bij Feyenoord.